Namiddag. U had blijkbaar was nogal druk met de PP. Ja, blijkbaar maar. Het is geen zo'n leuk moment voor jullie? Nee, absoluut niet. Het is de sport, het ligt dicht bij elkaar, de overwinning en de ontgoocheling. Hoe groot is de ontgoocheling nu bij jullie? Oh ja, er zijn weinig woorden voor. Ik denk dat we allemaal heel zwaar ontgoocheld zijn en niet in eerste instantie, want uiteindelijk draag ik die verantwoordelijkheid als trainer en ik wil die dan ook helemaal dragen, want ik vind dat ik dit seizoen, we hebben twee gezichten getoond dit seizoen en de eerste ronde was iedereen vol lof van ons voetbal dat we brachten, van het werk dat ik gedaan heb, van de spelers die kwalitatief in meerwaarde brachten en die naar de supporters toe mooie voetbal lieten zien. Tweede ronde. Door allerlei omstandigheden is dat niet gelukt. En daarvoor ben ik ook verantwoordelijk. Dus ik denk... En ik wil dat ook openlijk zeggen, dat ik mijn verantwoordelijkheid daarin neem. Dus ik was tevreden over wat ik gepresteerd heb en mijn spelers gepresteerd hebben. Tweede ronde is dat helemaal niet zo geweest. De ontgoocheling is zeer groot. En ja... Ik vind dat moeilijk accepteren, ook al is het definitief, maar kijk, we zitten in die situatie, dus we gaan zien wat de ambities zijn naar volgend jaar toe. Oké, sport is hard en zoals ik zeg, overwinning en ontgoocheling liggen dicht bij elkaar. Ja. Ik denk dat vandaag de Oostendenaar heeft bewezen dat hij nog graag naar het voetbal komt. Dat namelijk, de Oostende heeft namelijk KVO heeft het voetbal gepromoot vandaag. Er was veel volk. Ik zou zeggen 3080 mensen, waarvan 235 van Union. Dus ik zou zeggen, er zijn nog veel Oostendse voetballiefhebbers. Maar er moest blijkbaar bij speciale gelegenheden komt Oostendenaar graag naar het Albertpark. Ik zou zeggen, bedankt voor het toffe seizoen die we samen gewerkt hebben met de pers en vooral denk ik ook met de plaatselijke pers. Ik dank u voor uw medewerking. Ik hoop u van volgend jaar zeker terug te zien en in tweede nationale in dezelfde omstandigheden hier in deze perszaal. Maar zijn er nog vragen van de mensen van de pers? Nee? Dan zou ik zeggen, ja Peter. Misschien goed om vandaag ook iets over deze wedstrijd te zeggen, want geen van beide trainers hebben over de match gesproken, wel over het seizoen. Waar zat het verschil tussen Oostende en Union vandaag? Heel eenvoudig, maar misschien twee verschillende antwoorden, meneer Bomaerts. Ja. Ik denk in eerste instantie dat als ik de ganse wedstrijd verloop zie, dat de overwinning Oostende verdiend is, want zij wouden die overwinning meer dan wij. Ik denk dat ze er meer voor hebben willen gaan. We hebben een beetje te laks gespeeld, zeker achterin was onze zoneverdeling absoluut niet wat het moest zijn. Veel te veel ruimtes laten en twee, drie keer waren we al verwittigd geweest. En dan de derde keer was dan het eerste doelpunt. We hebben misschien de kans gehad om op 1-1 te komen en dat zou ons misschien in de wedstrijd gebracht hebben op twee kansjes daar. Maar we hebben eigenlijk te weinig of nooit aanspraak kunnen maken op die overwinning. En dus kan ik alleen maar zeggen dat Oostende verdiend gewonnen heeft. Hoe moeilijk dat soms is om dat te zeggen in deze situatie. Maar we moeten in de sport ook eerlijk blijven. Ik weet het. Soms ga ik ook liever winnen op een diefke als het niet verdient. Maar nu in die situatie had ik dat liever zo gehad. Maar ik denk dat Oostende ervoor geknokt heeft. En ik hoop dat ze nu na volgend seizoen toe verder goed werken en ik wens van te profiteren om ook aan meneer Bataille en meneer Jean-Pierre van der Velde na volgend seizoen veel succes toe te wensen voor hun volgende club of voor hun volgende jaar seizoen. Dank u wel voor deze lovende woorden. Graag gedaan. Kurt. Ja, ik moet mijn collega bijstaan, maar ik vind ook wel dat we toch momenten toch ook wat geluk gehad hebben. Want ze konden op 1 komen, inderdaad. En dat is ook een beetje het geluk dat we misschien begin het seizoen niet kregen. Dus ik moet wel zeggen, we zijn dus redelijk goed in de wedstrijd gestart. Ook gescoord. En dat we altijd na een doelpunt krijgen we meestal al ons dikke. Maar hebben we dat toch vandaag op een goede manier opgelost. En op de goede momenten gescoord. Dus ik vind het ook heel... chapeau van mijn collega voor met zulke lovende woorden te komen. Ondanks dat je dan... met een kater en rust moet, maar dat zie je dat in sport mensen heel eerlijk kunnen zijn. En ben tevreden natuurlijk. Hè. De manier waarop dat we het aanvatten, inderdaad, wij wilden echt die 3 punten vandaag thuis. Hè. Nog vragen vanwege de mensen van de pers? Johan.
Kurt, de wedstrijd van Deinze is in feite nog belangrijker dan de omstandigheden. Laten we zeggen, als Namen zijn licentie niet krijgt, maar dat heb ik juist gezegd, als Namen zijn licentie krijgt, dan denk ik dat we beter allemaal stoppen met voetbal. Dat we dus al de clubs moeten stoppen, want dan heeft het geen zin meer. Dan gaat alles gewoon nog om rechters en advocaten. Dus dan moeten we gewoon een competitie oprichten van rechters en advocaten in plaats van voetbalploegen. Dus maar inderdaad, zoals we het al weten, gebeurt er nogal soms een keer dat we dus dat de licentie behaald wordt als het ook niet kan. Dus we gaan ervan uit dat we dus mathematisch zeker normaal gered zijn als namens de licentie niet krijgen. Maar we willen niet zeggen dat wij volgende week niet gaan proberen te winnen voor zekerheid hebben, want ik zeg, in voetbal weet je dus nooit. Maar als dat nog gebeurt, ja, dan ik zeg, dan doen we een beetje allemaal stoppen. Nog vragen? Nee, dan wens ik jullie allemaal nog verder een prettige namiddag en bedankt voor de toffe samenwerking in het voorbije seizoen. Dank u.